Het slimme toilet inderdaad. Ja, en daarmee willen we vroegtijdig ziektes opsporen. Van stikstofsensoren tot de ontwikkeling van een slimme wc-bril. Het One Planet Research Center bestaat 5 jaar. Dit is een samenwerking van universiteiten als Wageningen, Radboud in Nijmegen en onderzoekscentrum IMEC van de Universiteit Leuven. Samen werken ze aan innovatieve oplossingen voor de stikstofcrisis, klimaatverandering en druk op de zorg. One Planet is een innovatiecentrum in Gelderland dat als doel heeft oplossingen te creëren voor grote maatschappelijke uitdagingen op vlak van duurzame voeding, duurzame gezondheid en duurzame landbouw. En we gebruiken daarvoor chipinnovaties en digitale innovaties om haalbare, maakbare oplossingen te creëren. En ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan presenteerden de onderzoekers tal van hun vindingen. Ze spreken zelf van Gelderse innovaties met wereldwijde impact. Minister Van der Wal kan een kijkje nemen, want hier wordt door de slimste kopper gewerkt aan de toekomst. Wel, de uitdagingen zijn enorm. In Gelderland, in Nederland, in Europa, wereldwijd. En dit is een van die innovaties die u misschien thuis nog wel eens zult krijgen. Het is de slimme wc-bril. Het slimme toilet inderdaad. Ja, en daarmee willen we vroegtijdig ziektes opsporen bij mensen voordat ze symptomen hebben, om ze te voorkomen in plaats van te genezen. Je zet een aantal sensoren op om bijvoorbeeld hartslag te meten, ook ademhalingsritme, temperatuur. We hebben ook sensoren hieronder zitten om het gewicht te meten. In urine zitten zoveel stofjes die iets zeggen over onze gezondheid. En dat spoelen we eigenlijk elke dag zo zonde door de wc. En met deze sensor kunnen we dus die urine automatisch meten. Om op die manier dus iets over die gezondheid te kunnen zeggen met het meten van die stofjes. Eigenlijk, this is just the beginning.